Ja, het is maandag! Woehoe. En naast dat maandag de begin van de week is... is maandag ook... 6-5 maandag! Ja. En dat betekent dat wij naar 6-5 video's gaan kijken. En die eerste was gelijk goed. Echt een of andere sneeuwbal van 5000 miljoen kilo. Die even het water in gaat. Of deze video bijvoorbeeld. Kijk hoe satisfying dit is. Dit is ook tegelijkertijd een lifehack. Hoe je dus altijd het perfecte ijsje maakt. Door een hoorntje erin te doen en dan zo eromheen te doen. Om dat hoorntje heen te doen, zeg maar. Hij gaat waarschijnlijk vreemd. Hij op dat moment. Hoppakee. Yeah. Oh, dit is precies wat ik zou doen, jongens. Dit is zo satisfying. Van elk voorwerp gewoon dat kleine stukje laag ijs gewoon eraf halen. Broken pot van. Let's go. Dit is zo satisfying. Nou, dat is mooi, want het is satisfying maandag. Doe het. Oh, dat zijn er veel. I love it. I love it. Dat geluid, alles, ik hou ervan. Ik hou ervan om naar deze video's te kijken. Nou, ik ook. Oh. Dat lijkt bijna nep, zo satisfying is het. Oh. Oh, dit is echt wel heel perfect. Dit is echt wel heel lekker om naar te kijken. Jongens, ik vroeger was maandag mijn minst favoriete dag. Maar sinds 6-5 maandag mijn favoriet. Dit is toch fantastisch. Een hoge drukspuit is altijd satisfying. Kijk hier maar weer. Kijk maar. Kijk dan. Het lijkt alsof hij het gewoon inkleurt. Maar daadwerkelijk spuit hij het gewoon schoon. Het is geen verf. Het is gewoon zo'n harde waterspuit, zeg maar. Die het gewoon schoon spuit. Elke ballon wordt harder om kapot te maken. Oké, ik ben benieuwd. Oeh. Dit is nice. Oh, elke ballon wordt moeilijker dus. Oké, deze is dus weer iets moeilijker. Oh, allemaal ballonnen die gewoon kapot gaan in slow motion. Kom op, ga kapot. Ga kapot. Ja, nice. Nice, en dan wordt dit de allermoeilijkste. Op zijn hoofd komt deze. Zo. Oké. Oeh. Hoe blijft die ballon heel? Even eerlijk. Die ballon, die laatste bleef gewoon heel. Het was wel heel satisfying hoor. Dit ding zit verstopt, maar hij gaat het ontstoppen. En dat is fantastisch. Dat is geweldig om te zien. Er staat wait for it, maar geloof me. Dit is het wachten waard. Daar gaat hij. 3, 2, kom op. Gooi het eraf. Got more taps. Ja. En daar gaat hij. Here we go. Let's go. Come on. En daar gaat hij. 3, 2, 1. Dit is zo fantastisch om naar te kijken. Dit is zo fantastisch om naar te kijken. Dat water paap gaat er helemaal uit. Bro heeft controle over alles. Dit is wel echt. Dit is gewoon zeg maar. Zoveel geluk. Dat het satisfying is. Het gaat net niet over zijn broek heen. Deze man balanceert gewoon perfect zijn glas terwijl hij ligt te slapen. Deze man is zeg maar een hechtje aan het knippen of een hechtje. Hoe noem je dat eigenlijk? Nou ja, boeien. Kijk hoe gewoon, het is gewoon satisfying. Het is gewoon satisfying. Ik moet niet te veel praten, we moeten gewoon kijken. Dat zag er heel satisfying uit, ja toch? Deze geanimeerde satisfying video is ook heel erg satisfying. Let op. Echt letterlijk, ik had geen idee dat een animatie zo satisfying kon zijn. Wat hebben we hier? Huh? Wow, wat? Oh, deze persoon heeft een soort van handmasker. Oh, dat zag heel satisfying uit. Het lijkt een beetje op dat op kaarswax of zo. En toen die kneep, toen ging alles los. Maar waarschijnlijk is het een of andere handmasker. En nu heeft hij dus hele schoede handjes. Oh, dit soort video's zijn ook altijd zo satisfying. Hij gaat nu dat ene flesje water op dat andere ding doen. En dan haalt hij dat stukje eruit. En dan komen al die bolletjes, die komen zo omhoog. En dat ziet er, ja, dat ziet er. Gewoon, hier word je gewoon rustgevend van. Laten we heel eerlijk zijn. Dit is gewoon top om naar te kijken. Alles gaat zeg maar naar boven. Wie dit voor bedacht heeft, die is geniaal. Iemand is gewoon... Moet je eens beseffen trouwens, dat iemand de eerste is die dit heeft gedaan. Die dacht van, hé, dit kan werken. Dit is wetenschappelijk mogelijk. Er was gewoon één iemand de eerste. Oeh, wat hebben we hier? Oeh.
Oh. Oh. Dit is echt heel erg lekker om naar te kijken. Een soort slijm en eten tegelijkertijd. Ik denk tenminste dat het eetbaar is. Misschien is het niet eetbaar. Maar dit is letterlijk. Dit wat we hier zien is letterlijk perfectie. Oh. Nou, of het eten is of niet, ik krijg er honger van. Oh, dit wordt ook nice. Ja. Oh. Dit is toch gewoon zo satisfying. Zeg maar, het huis waar ik op dit moment in zit, dat heb ik gekocht en dan moest nog best wel wat gebeuren. En ik heb dit dus letterlijk gedaan. Ja, zijn jullie jaloers op mij? Ik heb dit, wat je hier net zag, heb ik gedaan. Een paar maanden geleden. Echt fantastisch. Een tapijt schoonmaken. Oh, het krijgt gewoon een hele nieuwe kleur. Ik dacht, dit is een blauw tapijt, maar. Nu niet het schoonmaakt, is het blijkbaar een rood tapijt. Dat was echt heel satisfying. Oké, wat hebben we hier? Een blauw diamantje en hij slaat hem kapot. Oeh. Beetje water erbij. Beetje roeren. Pakt hij zo. Doet hij het in een of andere automaat. Oeh. Heeft hij een soort. Oh. Hij heeft dus een soort van zijn eigen masker gemaakt. Dat zag er wel oprecht satisfying uit. Ramen wassen is altijd satisfying. Kijk dan. Oh, ik vind het zo. Zeg maar, als ik dit altijd doe. Want ik doe dit eigenlijk elke ochtend. Of ja, niet ramen wassen. Maar je weet wel, bij de badkamer heb je ook zo'n raampje. Nou, dan doe ik elke ochtend dit. Maar bij mij lukt het gewoon nooit. Dus, of ja, het lukt wel. Maar niet zo in één keer. Dan blijven er weer een paar druppels hangen. En dan moet ik zeg maar weer even één keer zo eroverheen. En dan is het niet satisfying. Maar deze man die kan het zo perfect, jongen. Oké, je ziet nu al dat dit heel erg satisfying gaat worden. Oeh, wat is dat? Een soort van goudspul. Doet hij door of op de vloer. En dan drukt hij het plat. Oké. En laat hij het even opdrogen. En hoe hij dat eraf haalde, dat was wel echt nice. We hebben hier een augurk. En oh. Dat ding is dus echt super heet. En die augurk, die wordt daar helemaal. Ja, ik weet niet wat die augurk doet. Maar ja, een augurk bestaat best wel veel uit water. Dus dat water in de augurk gaat helemaal koken. Waardoor de augurk helemaal gaat trillen. En dat trillen is super satisfying. Deze mevrouw die gaat dit opvouwen. En dat kan ze zo goed dat het letterlijk satisfying is. Kijk dan. Hoppakee. Ik vind het zo knap. Als je dit gewoon zo kan vouwen. Dit is oprecht echt heel erg knap. Dit is oprecht heel erg knap. Kijk hoe perfect. Als ik zeg maar dit zou verkopen, dan zou ik een of ander doosje hebben waar ik het gewoon in zou stoppen. En deze mevrouw die kan met een of ander papiertje gewoon een gek doosje vouwen. Je hebt mensen die hun gras maaien, of je hebt mensen die hun gras maaien, zoals deze meneer. Zeg maar, hij doet het gewoon zo perfect dat je van die mooie strepen ziet. Zeg maar, als ik mijn gras doe maaien, dan ga ik gewoon eroverheen en dan denk ik, ja, prima. Een paar bulten hier en daar, maar prima. En deze man die maakt er een of ander dambord van. Oh, hij gaat zo'n verkeersbord schoonmaken. Dit wordt echt nice om naar te kijken. Oh, het vel eraf. I love it. Het gaat er ook echt heel makkelijk vanaf. En dat maakt alleen maar beter. En nu weet iedereen dat de politie snelheidscamera's zijn. Dus hey, niet te snel rijden. Raad de kleur. Silver of gold? Zilver of goud? Zilver. Goud bedoel ik. Goud. Goud. Yeah, let's go. Het was goud. Oké. Red or orange? Rood of oranje? Ik denk rood. Ik weet niet waarom. Rood. Hey, als ik alles goed ga hebben, dan ben ik wel. Purple or blue? Ben ik wel verbaasd. Paars. Paars of blauw? Ik denk paars. Ik weet niet waarom. Het is blauw. Oké. Ik dacht dat het even ging lukken. Maar helaas. 2 van de 3 goed. Ja. Oeh. Oh. Hout schrapen is gewoon. Oh. Oh, dat was zo nice. Oh, het zijn allemaal verschillende soorten hout. Oké, ik heb echt oprecht veel van die houtschraapvideo's al gezien in mijn leven. Maar deze was de beste tot nu toe. Ik weet niet waarom. Ja, plet het! Plet het, kom op! Oh.
Allemaal dingen die geplet worden. Oh, dat was echt nice. Die laatste was echt nice. Helaas was dit weer Satisfying Maandag. Maar vorige week was het ook maandag. En wil je nou de Satisfying Maandag van vorige week zien? Klik dan snel op deze video. Ja, dit was de Satisfying Maandag van vorige week. En die was ook heel leuk. Dus hey, klik snel op die video als je dat wil zien. Heb je die video al gezien? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Om 7:30. Ja, precies. Om 7:30. Mick out.